Welkom bij het jaaroverzicht van Regio TV aan tafel, Suriname. In september afgelopen jaar hadden we ondernemer Gerard van den Berg van de Doxen Club aan tafel. Hij is teleurgesteld uit Suriname vertrokken en moest zijn bedrijf sluiten en achterlaten. Een project waarbij eieren moesten worden geïmporteerd liep mis. Een importvergunning werd hem geweigerd. De reden daarvoor zouden niet plausibel zijn. Wij denken dat het meer te maken had door persoonlijke belangen, eigen belang van sommige mensen in de politiek. Ja, maar dat moet natuurlijk altijd eerst nog even hard gemaakt worden. Wat wij wel weten is dat er op een gegeven moment een importverbod is gekomen, terwijl het hier eieren betrof, die wel gewoon in Nederland het certificaat veilig hadden gekregen. Ja, het zijn eieren, nogmaals, hè, Nederland exporteert heel veel eieren. En nog steeds, ook met vogelgriep. Wel natuurlijk met de nodige certificaten. En mij werd de import van broedeieren, ondanks dat ze een gezondheidscertificaat hadden, verboden. En mijn concurrenten, mijn collega's, die mochten het wel importeren uit andere landen waar ook vogelgriep was. Ja. En dat had ook dezelfde certificering? Of, ja. Nou, dezelfde certificering. Ook het gezondheidscertificaat, exact hetzelfde. En zij mochten dat wel en wij niet. Goed, er is een kort geding geweest. Kort geding is heel veel geld geëist in Nederlandse begrippen. Niet zoveel, maar ik geloof 25.000 euro of zo. Nee, ja, er was uit mijn hoofd was er 10.000 euro per dag. En ze waren, of 20.000 euro per dag, ze waren zoveel dagen te laat. En ze moesten mij 240.000 euro betalen. Dat is nogal wat. Ja. En is dat ondertussen betaald? Nee. Nee, is niet betaald. De diaspora krijgt een doorstart. Aan tafel was John Brewster, die als een soort beheerder de zaken weer op gang moet brengen. Ik heb verschillende benamingen gehoord en allemaal kloppen. Het gaat erom dat ik gewoon de regie heb om de Diaspora Instituut te bekijken of we het kunnen herstarten. En een beetje herbezinning. Ja. Dat is wel heel mooi dat je dat zegt, maar je praat over herbezinning. Maar je bent in september vorig jaar ben je gestart met veel toeters en bellen. Hè? Veel eerbetoon ook van president Jan Santokki. Met andere woorden, als je nu al praat over herbezinning, dan is de eerste vraag, wat is er verkeerd gegaan? Het is een misvatting om te denken dat herbezinning iets mis moet gaan. Herbezinning kan gewoon zijn dat je beter wil worden. Herbezinning kan zijn dat er een moment is om je te versterken. Met herbezinning wordt ook bedoeld, ga je in dezelfde vorm doorgaan of ga je in een andere manier verder gaan. Dat kan ook herbezinning zijn. Ja, dat is een hele correcte manier van zeggen. Maar is het niet zo dat als je na 6 maanden of na 8 maanden al gaat herbezinnen, dat er dan op voorhand niet goed nagedacht is over de koers die je zou moeten varen? Moet je niet eerst de koers bepalen, dan een stichting oprichten en dan gewoon de koers gaan uitrollen? Al die stappen zijn genomen, dus wat dat betreft klopt het exact wat u zegt. Al die stappen zijn genomen. We hebben goed nagedacht over de koers, we hebben goed nagedacht over de doelstelling. We hebben heel goed nagedacht over wie in het bestuur zou moeten zitten. En na een jaar dat wij enthousiaste mensen verzameld hebben om ons heen, hebben we gezegd, laten we even goed kijken of dit de juiste manier is om Suriname te bedienen. Ja. Maar goed, er is op dit moment, we zijn natuurlijk allemaal benieuwd naar, wat is er nou actief ondernomen? Wat is er bereikt? En een paar dingen waar we allemaal wel heel nieuwsgierig naar zijn uiteraard is, hoe zit dat met de financiering van zo'n heel gebeuren? Want er wordt een stichting opgericht, uiteraard in Nederland is daar meer geld mee gemoeid dan in Suriname. Hadden jullie veel budget? Of hebben jullie veel budget? Uw constatering klopt natuurlijk. Ik moet eerst beginnen door het vorige bestuur te bedanken voor alles wat ze hebben gedaan. Onbezoldigd hebben ze gewerkt. Met hart en ziel hebben ze ervoor gezorgd dat wij bereikt hebben wat we vandaag bereikt hebben. Om een paar dingen te noemen. Sommige dingen hebben we bereikt in de media naar buiten toe. En sommige dingen hebben we bereikt door heel goed te lobbyen. Om te beginnen, de vaccins die we gestuurd hebben naar Suriname komt door lobbywerk van de diaspora. We hebben de IOM zover gekregen om de diaspora instituten in Suriname te helpen versterken. Dat is nu aan de gang. We hebben ook een paar ronde tafelgesprekken gehad waarbij we echt kennis en kunde verzameld hebben. En die zich bereid hebben getoond om in Suriname te investeren. We blijven het een en ander volgen en houden u op de hoogte. Een nieuwe organisatie gaat zijn schouders zetten onder kennis delen en netwerken tussen Nederland en Suriname. Rebuild Suriname is de naam. We hadden Prekash Ramsing aan tafel die over deze organisatie kwam vertellen.
Rebuild Suriname is ontstaan omdat wij merkten en ook hoorden dat Suriname behoefte heeft aan expertise. Kijk, het land heeft natuurlijk een geweldige brain drain meegemaakt. Expertise had ontbreekt eraan. Suriname staat op het kruispunt om de goede weg in te slaan. Hè, van, er gaat een aantal dingen gebeuren. Maar die expertise ontbreekt. Ik heb heel veel bedrijven gesproken in mijn speurtocht. Wat heeft Suriname nodig? Wat je te horen krijgt van de grote bedrijven, ook van de middenkleine bedrijven, we hebben geen mensen. En we hebben een gebrek aan leiderschap. Dat zijn de twee belangrijke dingen die men zegt. En zo is het idee ontstaan. Als je nagaat, u zei het net zelf ook al, er wonen 350.000 Surinamers in Nederland. Ja. De mensen hebben een groot expertise opgebouwd op hun vakgebied. Welk vakgebied dan ook. Die kennis is, daar is behoefte aan in Suriname. Nou, hoe kun je de kennis verbinden met het bedrijfsleven, of met de overheid, of met instellingen in Suriname? Dat heeft me aan het denken gezet. En met een aantal mensen hebben we gedacht, laten we nou eens een soort matchingsapplicatie bouwen, waarin we aan de ene kant een data opbouwen van experts, en aan de andere kant een data opbouwen van projecten waar in Suriname behoefte is aan kennis. Ja. We kijken naar drie soorten experts. Hè. Mijn voorganger, u zei al, dat is een vitale man. Surinamers, maar ook Nederlanders, hè, die een warm hart hebben voor Suriname, zijn heel graag bereid om iets te doen voor het land. Als je aan een Surinamer in Nederland vraagt, van, zou jij terug willen gaan naar Suriname permanent? Dan is 9 van de 10 zullen nee zeggen, omdat ze hun gezin hebben hier, zijn geworteld hier. Maar als je aan een Suriname vraagt, van, zou jij een project willen doen in Suriname? Dan zeggen ze meestal ja, dat wil ik wel. En dus Rebuild Suriname is opgebouwd om de matching tot stand te brengen van korttijdelijke projecten. En dan Bill Monkau, een betrokken Surinamer in Nederland. Hij zoekt naar verbinding tussen de mensen uit Suriname die overal naartoe zijn uitgewaaierd en vraagt zich af of het ooit lukt om van Suriname een sociaal netwerk te maken dat tegenwicht kan bieden tegen de krachten die sinds 1975 steeds intensiever worden. Ik denk niet dat het ooit lukt. Zoals ik al zei, wij Surinamers, wij leggen heel veel nadruk op een positie die wij verworven hebben. En die positie die wij verworven hebben, verblindt ons om eigenlijk echt analytisch naar iets te kijken. En zeker in het Suriname van al die verschillende rassen. Want je ziet het nu al, er is een Hindoestaanse president die volgt een, wat ze daar noemen, Creoolse president op. Maar het wordt van kwaad tot erger. Sterker nog, het blijkt nu dat... Wat is dat? Ik geloof dat je die Surinaamse cultuur komt, geloof ik, die dat laten zien. Ja. Straatventers die hun mening geven over. En dat is niet mals. En dan proef je ook dat latente racisme, ja. wat ik niet gekend heb. Maar dat heeft ook te maken met wat wij dan noemen het onderbuikgevoel. Overigens proberen wij, niet we proberen het, we doen dat, met RegioNieuws.tv proberen we onafhankelijk nieuws te brengen. Ja, en het is niet aan ons om te oordelen over de mening van anderen uiteraard. Maar u heeft wel een hele duidelijke mening over Suriname en die, wat ik noem, de multiculturele samenleving. Eigenlijk zou dat heel verbindend moeten kunnen werken, want daar gaan wij ook in Nederland in de toekomst natuurlijk naartoe. Ja, ja. Dat zijn van die aannames, ja, die zullen geverifieerd moeten worden. Kijk, er is een aanname en er is een wens. Er mag geen verschil tussen die twee zijn. En de multiculturele maatschappij vind ik een onding, omdat het helemaal niet klopt. Je kunt hooguit zeggen multiraciale maatschappij, dat is iets anders. Maar multicultureel is maar één cultuur die hier dominant is. En dat is het probleem ook in Suriname. Sinds de Hollanders weg zijn, ja, dan zullen we het Negerengels niet als een soort staatstaal maken. Maar wat doen we dan met de Javanen, wat doen we met de Hindustanen en zo. Dus het is een eindeloos geklets, het leidt nergens toe. Tot zover een kort overzicht van Regio TV aan tafel Suriname. We wensen u een prachtig en goed 2023. En zoals we altijd afsluiten, graag tot de volgende keer weer.